En daar zijn we dan, Beestachtig, de wekelijkse podcast waarin bioloog Arthur Oosterbaan mensen uit het nieuws op vermakelijke en verhelderende wijze vergelijkt met dieren. Beestachtig. Splash, wanneer ze dan weer zo in het water vallen. Ja, maar er zullen er meer beesten zijn die een plons maakt. Als ik in het water val, doe ik dat ook. Ja. Hallo, Arthur Oosterbaan. Dag Erik Hercules. Nou, het was weer een bewogen weekje. Johannes Vermeer trekt 350 jaar na zijn overlijden 650.000 bezoekers in het Rijksmuseum. Zangeres Taylor Swift slikt per ongeluk een insect door tijdens een concert. En bioloog Freek Vonk trekt larven uit zijn been. Maar, Arthur, over welk mens uit het nieuws gaan we het hebben? We gaan het hebben over de beroemde autocoureur Max Verstappen. Max Verstappen, ja, die won de Grand Prix van Barcelona. En dat was zijn 40ste zege uit zijn loopbaan. En zijn tweede Formule 1 titel lijkt onontkoombaar. Max woont belastingontduikend in Monaco, staat bekend om zijn koelbloedigheid en agressieve rijstijl. Arthur, ik weet dat je sportmensen zoveel mogelijk probeert te vermijden, maar op dit gegeven moment is Max ook onontkoombaar voor jou. Ja, dat vond ik nou ook. Ja, dat is gewoon zo. Ja, maar toch ben ik dan extra benieuwd met wat voor lief dier jij Max gaat vergelijken. Nou, een lief dier zou ik het misschien niet noemen, maar wel een heel mooi en ook heel bijzonder dier. Oké. Okay. Ik wil de heer Verstappen vergelijken met een kortvin makreelhaai, ook wel mako. Een kortvin makreelhaai, is het nou een makreel of een haai? Het is een haai die op makreel jaagt. Ah, daarom heet hij makreelhaai. Ja. En hij heeft korte vinnen, begrijp ik. Ja, de borstvinnen zijn kort. Er is ook nog een langvin, makreelhaai. Maar die bedoel ik niet. Oké, okay. Kun je iets meer over die haai vertellen? Ja, het is de snelste haai ter wereld. Hij haalt een snelheid van 72 kilometer per uur. En het dier is helemaal op snelheid gebouwd. Hij heeft bijvoorbeeld sterk ontwikkelde kielen aan de zijkanten van de staart, waardoor hij extra snel kan zwemmen. En hij heeft hele grote, niet gezaagde, eenpuntige, dolkvormige tanden. Nou. Hij kan een lengte bereiken van 4 meter en dan weegt hij 570 kilo. 4 meter maar liefst? 4 meter, ja. Dat ziet er toch al bijna uit als een Formule 1 auto met die vinnen aan onderkant en de bovenkant, zijkant, aan alle kanten, spoilers. Dat dacht ik dus ook. Ja. Nou, verder is hij eierlevend barend. Dat betekent dus dat de jongen worden geboren in de baarmoeder. Die is eierlevend barend. Ja, de eieren komen uit in de baarmoeder. Ah, oké. Okay. En dat is zo, eigenlijk zoals bij een mens. Nou, of een zoogdier. Niet helemaal, omdat die namelijk wel uit een ei komt. En dat is dus bij een zoogdier niet zo. Een eicel komt. Nee, gewoon echt uit een ei. En, en de jongen eten in de baarmoeder de onbevruchte eieren op. Dat is dus het eerste eten wat ze dan doen. Maar ze hebben niet zoiets als een placenta. Dus het is echt wel iets anders. Ze eten niet hun mede babyhaartjes op, maar alleen maar dan? Sommige haaien doen dat wel. Oké. Okay. Maar de makreelhaaien doen dat niet. Nee, oké. Okay. Dat is dan toch wel weer een beetje aardig. Ja, zeker. Ja. Het is op zich een heel leuk beest. Hij is ook heel populair bij hengelaars. Sporthengelaars, okay. Omdat hij zo agressief is, zo fel. Ja, ze jagen op hele snel zwemmende prooien. Makrelen natuurlijk, maar ook tonijn, zwaardvis, pijlingvis. Af en toe pakken ze wel eens een bruinvis of een zeeschildpad en zeevogels. Ze kunnen ook meters hoog uit het water springen. Aha. Ja. Ja. Dus en jij vond die haai wel op Max lijken, ook qua karakter? Nou ja, dat felle, dat zit er heel duidelijk in. En dat zit ook bij Max Verstappen erin. En ook het internationale, die Formule 1-wereld is ontzettend internationaal. Ja. Hij reist de hele wereld over om iedere keer weer aan die races mee te doen. Ja. En ook dat, de mako of de makreelhaai, die komt dus overal in de oceanen voor. Meestal in subtropische zeeën en oceanen, maar tot in Noorwegen. Oké. Okay. Ook de Middellandse Zee, dus ook Monaco, maar niet in de Noordzee. Ah, maar is het zo dat die beesten, die mako's, dan trekken ook? Of zijn het allemaal verschillende? Nee, dit zijn verschillende groepen. Groepen, En ze trekken wel rond, maar niet echt van noord naar zuid of zo. Dat doen ze niet.
En er zijn ook wel wat aanvallen op mensen bekend. Van, ja, maar dat is eigenlijk altijd wanneer mensen probeerden die haaien te vangen. Ja. En dan vind ik dat je je als haai mag verdedigen. Maar er zijn 3 dodelijke incidenten met makreelhaaien sinds 1580. Zo. Nou, dat valt dus wel mee. Ja, dat mensen dat nog bijhouden. Ja, dat is altijd heel goed bijgehouden wat haaien aanrichten. Het lijkt ook altijd dat ze ontzettend bloeddorstig en agressief en gevaarlijk zijn. Maar ik kan je vertellen, de mug of de hond is veel gevaarlijker voor een mens dan alle haaien bij elkaar. Ja. En zo'n haai, denk je dat die ook, zoals in de Formule 1, de hele tijd maar van die rondjes kan zwemmen? Kunnen ze een beetje volhouden, die beesten? Ja, nou ja, kijk, het is sowieso een haai, zo'n pelagische haai. Dus dat betekent een haai die dus vrij in de oceaan zwemt. Ja. Die zwemt altijd. Dus als ze dus om een prooi heen gaan, dan maken ze ook de hele tijd rondjes om die prooi. En dan nemen ze af en toe een hapje. Oh, want ze moeten blijven zwemmen, want anders komt het water niet langs hun kieuwen. Dus ze zwemmen altijd. En dat lijkt wel een beetje op die races, die autoraces. Zinken ze anders? Of Anders kunnen ze geen zuurstof, krijgen ze geen zuurstof en dan gaan ze dood. Dus een haai zal nooit even, zeg maar, zoals Max de pitstop maakt. Nee, dat en ook een bandenwissel is er ook niet bij. Nee. Blijf maar zwemmen. Eigenlijk is dat nog beter dan Max Verstappen, want die moet af en toe toch eventjes... Ja, hij heeft dus ook een hele ploeg van mensen, toptechnici die dat dan heel snel en heel goed doen. En daarom is hij natuurlijk, dat heeft hij nodig om die races te winnen natuurlijk. Ja, en die haaien, die makreelhaaien, zwemmen die in groepen? Is het zo dat er eentje voorop zwemt en andere achteraan gaan ook? Dat heb ik niet gevonden, maar dat ze jagen in groepen, dat klopt wel. Oké. Ja, en wat ook wel leuk is om te vertellen, dat is vrouwelijke dieren hebben vaak meer dan 1 mannetje. Zij doen aan polyandrie. Polyandrie? Ja. En heeft dat een reden ook? Of vinden ze het gewoon leuk? Ik heb geen reden kunnen vinden. Ik heb alleen gelezen dat ze dat kennen, polyandrie. En je kunt ze ook kunstjes leren. Dus ik denk dat je ze ook wel kunt leren om zo'n rondje te zwemmen. Ze hebben vrij grote hersenen. Ja, maar er zijn dus ook haaien in gevangenschap. Als je ze kunstjes leert, dan moeten ze toch in gevangenschap zijn? Hoe werkt dat? Ja. Ik heb ze zelf een keer gezien. Dat was in Grena in Denemarken. Daar hadden ze makreelhaaien. In een aquarium? In een reusachtig aquarium. Prachtig, heel erg mooi. Enorm aquarium. Okay. En daar zwommen allerlei haaien en één daarvan was de makreelhaai. Okay. Ja. Ja. Nou, interessante haai. Komt die ook voor in mythologie, in volksverhalen? Ja, altijd als een bloeddorstig monster, wat ze dus eigenlijk helemaal niet zijn. Het zijn gewoon roofvissen, ze jagen voornamelijk op andere vissen. Haaien zouden schepen achtervolgen als er een dode opkomst is. En ze achtervolgen ook walvisvaarders. Dat kwam natuurlijk omdat ze dan van de restanten van zo'n walvis dat opvraten. Maar in de Stille Oceaan, in de mensen die daar wonen op die eilanden, is het juist een heel vereerd dier waarvan zij zeggen dat ze veel menselijker zijn dan een dolfijn. Het is een bloeddorstig monster, maar ook ontzagwekkend en ook wel gewoon mooi, een prachtige stroomlijn dier. Alle haaien worden bedreigd door overbevissing. Mensen zijn veel gevaarlijker voor haaien dan andersom. En sommige soorten staan echt op de rand van uitsterven. Vooralsnog de makreelhaai niet. Er is wel goede reden om haaien gewoon te beschermen. Ja, en je had het net over die gestroomlijnde vorm van die makreelhaai en die aparte vinnen die die heeft. Hebben ze ook bijzondere zintuigen? Kunnen ze heel goed zien onder water? Ja, ze hebben uitstekend gehoor, ze hebben uitstekend zicht. Ze kunnen elektrische velden waarnemen waarmee ze zich oriënteren. En ze kunnen drukverschillen onder water heel goed waarnemen. En hoe doen ze dat? Gewone vissen hebben zo'n zijlijnsysteem waarmee ze drukverschillen kunnen waarnemen. Dat zit dan langs de rand van de flanken, zeg maar, van een vis. Bij een haai, die zit er helemaal vol mee. En vooral bij de kop zitten allemaal kleine gaatjes waarmee ze dus heel goed drukverschillen kunnen waarnemen. Okay. Ja. En haaien zijn dus gewoon
fantastisch goed in het waarnemen van allerlei dingen in het water. En dat gebruiken ze natuurlijk voor. Dus ze krijgen allerlei informatie over het circuit waar ze doorheen racen. Precies. Geen boordradio nodig, waarin ze niet nog nodig. Extra aanwijzingen krijgen. Ja. Nou, bijzondere dieren. Ja, zeker. Geluid maken ze zeker niet, Arthur? Of nee, wel? Nou ja, ik dacht nog van ik kan een plons nadoen, want ze kunnen dus wel heel goed en heel hoog uit het water springen. Daar heb ik ook nog leuke filmpjes van gezien. Ja. En dan hoor je dan zo splash, wanneer ze dan weer zo in het water vallen. Ja, maar dan zullen er meer beesten zijn die een plons maakt. Als ik in het water val, doe ik dat ook. Ja. Oké. Nou, ik vond het een mooie vergelijking, Arthur. Had je nog verder een opmerking over de makreelhaai, de mako ook wel? Misschien wordt Max straks ook wel Max Mako of Mako Max genoemd. Ja, je weet het maar nooit. Het is toch weer een heel bijzonder dier. Ook met zijn eigen schoonheid. Dat is heel duidelijk. En dat geldt ook wel voor de Formule 1 races. Ja, ook al ben je er niet zo van. Nee, absoluut niet. Ik kijk nooit. Nee. Oké. Nou, ik dank je toch hartelijk weer voor deze mooie vergelijking. Max Mako, zo gaan we voortaan noemen. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. En tot het volgende dier. Dankjewel. Beestachtig. Beestachtig wordt mede mogelijk gemaakt door Skumkoppen 0.0. Geen 18, geen alcohol. En let op, Beestachtig is vanaf nu te vinden op Tesselse Courant podcast. Zoek het op en volgen wordt op prijs gesteld.